Yo mensen, ik ben Benno met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag heb ik een snor. Oh, you touch my tralala. Vinden jullie mij nu ook eindelijk oud eruit zien? Ik ben dus 21 en nu, ik vind nu eindelijk dat ik eruit zie als 21. Godverdomme. Als ik lach, ziet het er nu zo uit. Wat een heerlijk snorretje. Ben je nou een groot fan van mijn snor? En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Druk dan op het abonneerknop hier beneden. En abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik wil vandaag 500 abonnees erbij. Dat gaat gewoon lukken. We gaan vandaag kijken. De beste comebacks ooit gemaakt in voetbal. Nou, dat is natuurlijk absoluut fantastisch. Ik ben ook echt benieuwd. Want ik vind de comebacks vind ik echt ziek. Ik hou van comebacks. I love comebacks. Vind je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. 5 als je top zijn. En nogmaals. Wat vind je van mijn snor? Ja, zelf vind ik hem wel een beetje lijken op Leonardo DiCaprio. Maar dan kan ik natuurlijk ook aan mezelf liggen. In ieder geval. Laten we maar beginnen. Ik zie hier staan. José Jiménez scoort de 1-0. Maar wat gebeurt daarna, dat weet ik niet. Want ik heb het nog niet gekeken. Jiménez scoort de 1-0. Wereld. En wat is dan een fantastische comeback? Het is tegen Juventus. Ja, het is inderdaad tegen Juventus. Oh, die was die is zeker die 3-0 pot. Die ken ik wel. Dit is echt ziek. Dit heb ik voor mij al een keer gezien. Godin. Oh. Oh ja, Ronaldo met eigen goal eigenlijk. Echt ziek. Ronaldo, kijk hem balen ook, ongekend. 2-0 Godin. Dit is echt een zieke wedstrijd. Ik hou ervan Champions League. Champions League, snel terugkomen, I love it. Ja, doe nee. Die Simeone dit, heb ik ook in mijn vorige video gehad. Toen ging Ronaldo een beetje kokkie doen van, oh, ik heb 5 keer gewonnen. Maar ze verloren 2-0 en toen kwam dus Ronaldo die gewoon de hele wereld omdraaide. Die draaide letterlijk de hele wereld om. Echt bizar. Eerste goal, gewoon echt een goed doelpunt. Maakte hier de 2-0, ook een kopbal. Die heb ik in de vorige video gezien. Deze herinneren jullie ook nog wel, deze ongelooflijke video's. Met de goal aan technologie, ik dacht van hoe kan zo'n bal, dat gebeurt echt nooit, dat de keeper achter de lijn houdt. En volgens mij ook nog een pingeltje, voor mij was een pingeltje de laatste. Oh, zo'n domme overtreding, jongen. Ongelooflijk domme overtreding van de Correa, echt wat een sukkel. Dan ben je echt een ongelooflijke sukkel. Ronaldo, easy goal. Wel ziek hoor. Blijf ziek. Blijf echt een hele zieke comeback. Dit is echt een geweldige comeback. Ik vind het echt een fantastische comeback. Echt bizar. Ja, dit. Hij trekt zich wel heel erg aan wat mensen over hem zeggen altijd, hè. Hij zegt van, oh, ik lees het waarschijnlijk niet of ik zie het allemaal niet. Maar hij houdt echt altijd. Want toen Messi dat shirtje deed, ja, ook het shirtje. Manchester United tegen PSG 0-2 werd na 1 lag. Is dit de wedstrijd, mensen? Oh, er wordt zelfs 1-0 voor Kimpembe. Oh, goede goal. Uitstekend doelpunt dit trouwens. Heel mooi. Hoe hebben ze dit ooit weggegeven, jongen? Dat is echt ongelooflijk. Nee, je wordt zelfs al 2-0. En opeens wordt zelfs al 2-0, hè? Ik kan me deze wedstrijd wel herinneren, maar toch niet ofzo. Dit is echt bizar. Ze stonden 2-0 voor. Oh, ze stonden deze wedstrijd 2-0 voor. Ik dacht al 2-0 vorige wedstrijd en nu weer 2-0. Dacht ik van, oh, dit was de uitwedstrijd. Nu snap ik het. En toen uit de PSG, toen won Manchester United. Wat bizar was met die penalty. Ze stonden echt helemaal nergens op. Wat een ongelooflijke onzin. Eerst Lukaku goed langs de keeper. Lukaku is zo groot. Dat is echt bizar. Hij is gewoon echt massive. Dat is echt bizar. Wel een goede goal. Na 2 minuten al Lukaku. En Mbappé zegt rustig blijven. Ja. Dat bleef ze op zich ook wel. Hier Mbappé. Let goed terug. Boom. Goal. Goed doelpunt. Prima. Wel een beetje geluk aan PSG. Schiet er maar gewoon voor. En dan loopt die Bernal tegenaan. Dat is natuurlijk lekker, maar... Niet heel erg bedoeld, denk ik persoonlijk. Denk ik, hè, persoonlijk. Enorme blunder van Buffon. Mega blunder. En Lukaku staat daar weer. Ongelooflijk, wat een beast. Hij is wel de definitie van een beast. Toch, van een beest. Hij is echt een beest. What the fuck, hij is gewoon zo groot. Gewoon in alles. Lukaku. Hij is nu naar Inter. Die gaat zeker falen nu. Deze handbal, dit is echt bizar. Dat dit een handbal was, echt nog een keer. Ik wil nog een keer terugkijken. Dit is echt zo bizar. Dat dit... Een handsbal, dit slaat echt nergens op. Ongelooflijk, echt beschamend gewoon. Rashford, goal. En toen ging United door, wat echt 90ste minuut. Ja, 90 plus 3 was dit. Echt bizar, what the fuck. Echt zielig voor Kimpembe. Arme Kimpembe, medelijden met jou jongen. Ik meen het. Weet je wat, Roma-Porto werd 2-1 in het eerste gedeelte. Door Zaniolo, die trouwens fucking goed is. Die heeft Inter laten gaan voor helemaal niks volgens mij. Roel is daar volgens mij nog steeds boos om. Roel zegt altijd van, ja, we hebben die gast laten gaan voor 5 miljoen of zo. En nu is hij 80 waard of zo. Die is blijkbaar heel goed, die Zaniolo. Die is 22 en speelt ook al baas bij Italië. Zo. Ja, prima, boeit me gereed. Oh, Zaniolo maakt ook 2-0. Oké, niet een heel moeilijk doelpunt. Aangezien, ja, er staat geen keeper meer staat, zeg maar.
Dat maakt het over het algemeen toch wel een stuk makkelijker. Als er geen keeper meer staat, dan is het scoren van een doelpunt over het algemeen wordt het wel mee vermakkelijk. Daar kwam Lopez nog. Lopez. Huh? Oh. Oké. Okay. Oh, Adrian. Dat was een non-rare beast voor FIFA. Geen buitenspel. Nee. Zeker niet. Prima goaltje hoor. Niks mis mij. Helemaal niks mis mij. Oké, in de tweede in de return. Ze moesten dus 2-1 goed maken, Porto. Ging dat lukken, is de vraag. Besef dat er zoveel comebacks zijn geweest in de Champions League dit seizoen. Dat is echt ziek, hè. Ik vind het echt best wel ziek. Suarez. Stond die verder geen buitenspel? Tiquinho. Echt een goede naam. Tiquinho. Nou, dat scheelt niet heel veel. Het was echt wel bijna bij het spel hoor, moet ik zeggen. Waarschijnlijk was het niet, maar het leek er wel op. Krijg je een penalty? Oh, hij is niet blij. Hij is helemaal aan het janken. In Portugal leven ze echt voor dat voetbal, hè. Als ze dan iets fout gaan, dan gaan ze gewoon echt kapot gewoon van binnen. De Rossi tegen Casillas. Dat gaat natuurlijk nooit missen. Nee. Easy goaltje. Niks mis mij. In 2000 minuut komt op Marega. Boom! Met zijn 2-star skills. Wat lekker zeg. Heerlijk binnengeschoten. Helemaal niks mis mee. Porto Arbeck. Jawel. En nu stonden ze dus gelijk. En zou er dus verlenging komen. En dat kwam er ook. Kan ik jullie alvast vertellen, mensen. Er kwam verlenging. Ik geef alvast toe. Er komt een verlengingetje aan. Ik zweer het je. Het is echt waar. Er komt een verlengingetje aan. Oh. Hey, hallo. Die ben wel vastgehouden, die vent. VAR. Pingel. Jawel. Tuurlijk. Gewoon vastgehouden. Terecht. Ik vind Roma toch een kutclub. Ik vind Roma echt helemaal niks. Ik vind Roma echt helemaal niks. TS, 117e minuut, jongen. En scoort hem. Heerlijk. Echt een uitstekende penalty. Helemaal niks mis mee. Onhoudbaar. Toch wel vrij goed, moet ik zeggen. Ajax Real. Deze comeback, ja, ik denk dat we hem allemaal wel kennen. Dan moet ik zeggen, ik kreeg als laatste de ding, want Ajax had volgens mij uit bij Juventus of uit bij Real. In ieder geval, die hadden ze allebei gewonnen. Maar ik heb ze dus allebei niet gezien. Want ik was er legit allebei niet. Kijk, ondanks dat ik geen Ajax-fan ben. Als ze in de kwartfinale spelen tegen Real Madrid uit. Ja, tuurlijk ga je dan kijken. Maar ik was daar gewoon niet. En mensen vonden het helemaal raar dat het voor de eerste was. Want ik heb dus die samenvattingen nooit gekeken. Want ja, dat hoefde van mij dan ook weer niet. Maar we gaan nu dus kijken naar alle doelpunten. Ik heb dit ook nog nooit gezien. Of misschien deze pot wel trouwens. We gingen nou kijken. Geen goal. Oké. Ajax scoorde een goal, maar het was geen goal. Wat is dit? Ficinho. Oeh, Mazraoui niet echt lekker verdedigd. Oh, goed paasje. Benzema met de goal. Ik vind Benzema toch een ongelooflijk slechte spits, jongen. Hé, hey, iemand wil een varretje erachter. Klein varretje. Ziyech. Met de 1-1. Maar het was toch de eerste won door eerst van Real en daarna pas van Juve. Asensio. Jezus, Onana zit er wel naast, zeg. Jezus. Oh, je smeert niet een broodje pindakaas. Want wist u dat de moeder van Asensio Nederlands is? Oh, je ging Ramos nog expres geel pakken. Omdat hij dan geschorst zou zijn. Oh ja, dat was een karma moment. Wat echt wel lach. Toen kwam dus de return. Dus zonder Sergio Ramos, want die had rood gepakt. De sukkel. Het werd ook echt snel 1-0. Wat de fuck, zie je 7 minuten al. Wel ziek hoor, stel je voor, je scoort gewoon in het Bernabeu stadion. Dat is wel ziek, moet ik zeggen. Ben ik gewoon eerlijk in. Kijk, ook als niet echt Ajax fan, moet ik zeggen dat dit toch wel vrij ziek overwinning was. Ja, ik geef het gewoon toe mensen. Neres goed er langs, 2-0. What the fuck. Tadić met 3-0. Zo, what the fuck. Die ziet hem maar naar binnen, ja. De keeper is ook echt kansen. Er stond gewoon 3-0 voor je. What the heck? Die coach is nu weg, hè. Ja, nu is hij daar natuurlijk weer. Asensio scoorde hier nog wel. Maar ja, ze moesten hier nog 2 maken om door te gaan. Dat is kansen natuurlijk. Helemaal kansloos. Volledig kansloos. Dit is een vrije trap ook wel gezien. Die heeft iedereen wel gezien, denk ik. Zieke vrije trap, de Schöne. Die Schöne is nu dus naar Genua, volgens mij. Waarom doet Schöne dat? Doet hij dat dan omdat Italië gewoon lekker is om even te voetballen, omdat hij dat graag wil of zo? Daar krijgt hij daar vast niet meer betaald. En Genua is veel minder goed dan Ajax. Ik snap het niet. Waarschijnlijk omdat hij lekker in Italië wil en lekker wijn wil drinken en pizza eten en zo. Hier Benfica tegen Frankfurt. Frankfurt! Ja, penalty. 100% pingel. Ongelooflijk dom. Rood. Oh. Hey, gauw Felix. Prima goaltje. 1-0. Hij is nu bij Atletico. Doet hij het ook wel aardig, maar ja, ik ga nog geen oordeel erover geven.
Jovic scoort 1-1. Dan Gauw Felix scoort ook 2-1. Oké, best ziek. Ruben Diaz scoorde 3-1. Ja, ze hebben ook een rode kaart. Ja, easy. Felix scoort gewoon zijn hat-trick hier. Zo, wel lekker hoor. Door de beentjes van de keeper. Gauw Felix. Wordt op 4-2. Jezus, waarom staat hij niet meer bij die paal, man? Waar slaat dit op? Oké, de return. Ze moesten dus echt wel flink winnen, Frankfurt. Nou ja, dan gaat dat lukken. Kostic komt hier door. Oh nee, wat? Oh, dat is Rebic. Rebic, Kostic, Jovic. Oh nee, wel. Hey, ik dacht het al. Gast, die hebben Rebic, Kostic, Jovic, Ibrahimovic. We kwamen 1-0 voor. Oh jongen, echt. Dat Benfica heeft het zo erg verpest, jongen, in die heenwedstrijd. Ze hadden gewoon een rode kaart. Je had echt 4-0, 5-0 moeten winnen. Sebastian Rode. Rode, boom! Oh, oké, dat was. Ik dacht, die schiet die bal letterlijk door het net heen. Dat viel een klein beetje tegen, moet ik zeggen. Wel een goal. Nu staan ze 2-0 voor. En gaan ze dus door, omdat ze nu 2 uitgoals hebben gemaakt. En die tellen dan meer. Ongelooflijk. Wat heeft dat Benfica ongelooflijk hard gechoked, zeg. Echt bizar. Hey, Jetro Willems. Hij is niet echt blij, moet ik zeggen. Tomatenpluk. Oh, deze is zo ziek. Deze is zo ziek, mensen. Dit is zo fucking ziek. Dit is Liverpool tegen Barca. Maar eerst Barca-Liverpool. Het wordt 1-0 door Suarez. Zieke goal, zieke loopactie. Echt een prachtig doelpunt. Echt een werelddoelpunt. Dit is de halffinale van de... Dit was de halffinale, toch? Voor mij was het de halffinale. Ja, het was de halffinale. Ja. Bizar. Suarez is een beetje een rare, dikke gast geworden tegenwoordig. Op de lat en Messi. Hoe kan hij naar binnen? Oh, hij neemt er gewoon aan en tikt hem binnen. Lekker hoor. 2-0. Hij zet de aanval zelf op. Uiteraard, het is Messi namelijk. Maar die bal ging er niet in. Hij neemt er gewoon rustig aan en tikt hem lekker binnen. 2-0. Dan denk je al van, dat kan eigenlijk al niet meer fout gaan. Dat kan natuurlijk wel. Een klein vrij trapje van Messi. Messi. Ongelooflijk. Ongelofelijke vrije trap. Niet normaal. Zie dit, joh. Dit is niet normaal. En toen Liverpool tegen Barca. Nou, ze hadden een 3-0 voorsprong. Dus dat kan je eigenlijk niet weggeven natuurlijk. Ha! Dat kan eigenlijk niet, nee. Dit is echt heel slecht, dit. Goed teruggekomen van Alba. Not. Henderson. Oh, goaltje. Origi. Wat een random voetballer is dat. Die kon er helemaal niks van. Nu speelt hij ineens bij Liverpool. En dan kan hij ineens wel wat van. Ik heb geen flauw idee hoe dat kan. En toen gebeurde het, mensen. Wijnaldum kwam erin. Want hij moest op de bank beginnen. Vond ik niet fijn natuurlijk. Terecht. Is ook niet fijn. Waarom moet hij in godsnaam op de bank beginnen? Genie is een held. Boom! Goeie goal. Wel niet heel goed gekiept, moet ik zeggen. Vrij matig gekiept. Ah. En dan daarna, bam, kopbal, scoorde gewoon nog één. Echt bizar. Het stond gewoon 3-3. 3-3 on aggregate. Echt ongelooflijk. Hij is zo blij, jongen, Wijnaldum. En terecht. Bizar. Hij scoort gewoon 2 keer als middenvelder. Hij scoort nooit. Nu ineens 2 keer. Echt ongelooflijk. En toen deze zieke goal. Ik vind dit zo'n zieke goal, dit. Ineens staat hij daar vrij. En hij zit hem gewoon binnen. Die Origi. Dit is zo'n ziek doelpunt. Ik vind dit zo'n ziek doelpunt. Ik vind het echt bizar. Ik vind het oprecht. Kijk, al die mensen doen altijd van... ik vind... Oh ja, die goals van Arsenal en Bergkamp en zo. Allemaal prachtig. Weet ik. Maar ik vind dit echt zo'n ziek doelpunt. Echt niet normaal. Echt bizar. Ik ga gewoon nog een keer kijken. Kijk, hij loopt weg en dan ziet hij ineens die gast staan. En denk van, ik doe het gewoon. Ik paas hem gewoon. En die Origi let net op tijd op. En die schiet die bal gewoon binnen. Het is echt bizar. Echt bizar. Dit punt van die cameraman is ook zo ziek. Dat je hem zo ziet pasen. En dat hij hem zo binnen schiet. Dat is echt ongelooflijk. Ongelooflijk doelpunt. Suarez is niet blij. Aardig baardje trouwens, Suarez. Ja, ik ga toch een soort kijken naar als een liefhebber als je zelf ook een snor in baard hebt, zoals ik. Mensen, dat was het dan. Dat waren de grootste comebacks van het afgelopen seizoen. Het waren allemaal Champions League comebacks, volgens mij. Maar ze waren goed hoor. Met name die laatste, Liverpool. Ongekend. In ieder geval hoop ik dat je deze video leuk vond. Vond je hem leuk? Vergeet niet te like doen. Duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Kom hier beneden. 500 subs erbij vandaag. Ik wil dat jij abonneert. Jij die hier kijkt. Hopelijk vond je het leuk. En hopelijk wil je abonneren op mijn kanaal. Doei! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in. Zijn koersen laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in. Veel plezier.